Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pascal Ramen en Deuren, Agrarisch Zeilberg, Plus Bouwmans, Atoom 13, Macron Store Deurne en wedstrijdsponsor Metselbedrijf van Bree. Wat kan de kerstbun, Zaalberg zal hebben. Zet de feestdag met Leon Thijs in het doel, in de verdediging de vaste namen. Op het middenveld keert Dirk van Lijsdonk terug van een blessure en Joep Klaassen van een schorsing. En voorin krijgt Davy Althuizen weer een basisplaats. 11 minuten gespeeld. Hogevorst geeft voor. En doelpunt 0-1 voor Schaarsberg door een goal van Brian Stevens. Scott Adrioli met een lange bal naar Brian Snachtsnijder. En Thijs Red. Schaarsberg is brutaal in de openingsfase. Hoekschop ZSV. Weggekopt. Klaassen. Een vrije trap voor ZSV. Wiersema achter de bal. Raken linksnaast. Kunders. Scholli met de bal naar voren. Thijs. Van den Berg. Klaassen. Op Manders. Geeft voor. En daar is de gelijkmaker, Maarten Kunders. Klaassen, opnieuw op Manders. Kunders, over. Verlijsdonk. Goeie bal op Meulendijks. Rechtop met de overtreding. En Stevens geeft een penalty. En Pierik is het daar niet mee eens. Wiersema 2-1. ZSV van 0-1 naar 2-1. En we zijn pas net begonnen aan de tweede helft. Manders, Meulendijks en Klaassen kan niet bij de bal komen. Gijs Stevens fluit af, ZSV wint met 2-1 van Schaarsberg. ZSV klimt naar de derde plaats en het gat met koploper EHC Heuts, die nog altijd 1 wedstrijd meer gespeeld hebben dan ZSV, is nu 3 punten geworden. Zondag speelt het eerste elftal opnieuw tegen Schaarsberg. Dit keer op Sportpark Strijdhagen.
De wedstrijd begint om 2:30.